het woord des Heren woord. Hier zijn we, geliefde broeder, zuster. We danken de Heer dat wij samen tot Hem mogen komen. I will come and bow down at your feet, O Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares to you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Ja, Heer, aan uw voeten is de hoogste plaats en daarom knielen we voor u neer. Er is niemand, niets en niemand als uw heilige drieënige God, God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat een genade, wat een voorrecht om in uw tegenwoordigheid te komen. Koning der koningen, Heere der heerscharen, wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. We geven u alle dank, alle lof, eer en aanbidding, want u alleen verdient het. Dank u dat u van ons houdt. Dank u, Heer, dat u ons beschermd hebt. We zeggen u vandaag dat we van u houden. We kunnen u niet genoeg danken voor uw goedheid, uw trouw, uw voorziening, uw bescherming en zoveel meer in de afgelopen 11 maanden. We gaan naar het einde van het jaar toe, Heren, en dank, 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 want tot hiertoe heeft u ons geholpen. We leven door uw heilige adem. Heer, velen van ons zijn er niet meer, onze geliefden. Vader, maar wij mogen verder door uw kracht, door uw genade. Help ons dat steeds in gedachten te houden. Vader Koning, u bent trouw geweest, maar hoe vaak hebben wij u in de steek gelaten? Zijn wij ontrouw geweest? Hebben we u gekrenkt door ongehoorzaamheid, door andere goden die geen goden zijn achterna te lopen? Vader, vergeef ons. Als persoon en als land en net als Daniel roepen we tot u, niet op grond van onze ongerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor u uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Was ons schoon, was ons land schoon met het dierbaar bloed van Yeshua, uw Zoon. Vader Koning, in deze adventsperiode waarin we uw geboorte, Heer Jezus, als redder gedenken en vol verwachting uitkijken naar uw tweede komst, uw wederkomst, brengen we bij u, Heer, alle die in nood zijn. Mensen die geen hoop meer hebben, die niet te eten, geen schoon drinkwater, geen dak boven hun hoofd hebben en zoveel meer moeten ontberen. Mensen die vluchten voor geweld, haven en goed achterlaten, onderdrukten, vervolgden, Heer, vooral onze broeders en zusters, gevangenen, eenzamen, zieken. Ook degene die een geliefde moeten missen, of zelfs meerdere geliefden, Heer, families die daardoor getroffen zijn. Voor hen is het geen mooie tijd, Advent. Maar ook voor hen is die blijde boodschap van hoop in u, Heer Yeshua, onze Verlosser. Vergeef ons waar wij nood zagen en niet hebben geholpen. Help ons om niet te klagen, maar onze klaagzangen om te zetten in lof en aanbidding, Heere. Want u zorgt voor ons. Heer, we kijken vaak naar wat we niet hebben, terwijl u ons zoveel geeft. Vergeef ons. Open onze ogen en oren om het leed te zien en de noodkreet te horen van broeders en zusters in nood. Leer ons te delen. Al is het van het kleine beetje dat we hebben, maar soms is het heel veel en we denken dat het weinig is. Want alles is van u, Heer. Van u is het zilver, van u is het goud. En we geven uit uw hand. En wie geeft, die leent, u, Heer. En bovenal,
Open onze harten voor u in het bijzonder. Dat we uw liefde en barmhartigheid in ons dragen en uitdragen. Make we utrompi ching fuleti, schijn na kondre alape, meki furu poti sili, sabi peda helpide. Vader, koning, verbreek de macht van de mammon die heerst in de wereld en ook in ons land. En help ons te focussen op u, eerst het koninkrijk, uw koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. Want we weten dat u ons daarna alles zult geven. Geef ons uw geest van onderscheiding in deze ernstige tijd. Om te kunnen weten wat van u is en wat niet. Want er komt zoveel op ons af. Heer, we bidden voor uw volk Israël. Dat u hen bewaart en beschermt. Het antisemitisme komt steeds meer op, Heer. Dat ze op uw tijd, Heer Yeshua, u zullen herkennen en erkennen als hun Heer en Koning. Maar dat zal u zelf doen, Heer. We bidden voor de vrede van Jeruzalem, uw stad, o grote Koning. Heer, dank u wel voor uw genade. Gaat u met ons door de komende periode, wat de toekomst brengen mogen. Uw hand geleidt ons, Vader Koning. En we danken u, we focussen op u, we richten ons op u. Want er is niemand anders die kan helpen, Heere, dan u alleen. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Zie heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. O Gij, wie naar en hemel zingen, verkweek mij met uw heilige gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed. Kom in ons hart, Heere, en leef in ons. Heer Heilige Geest, leid ons, onze trooster, onze verlosser. Heer Jezus, onze Heer, wilt u zijn met degene die wij niet kunnen bereiken. Dank u, Vader. Dank u, Heer Heilige Geest. Dank u, Heer Jezus. We loven, we prijzen en we eren u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Halleluja. Amen. God zegen, geliefde broeders en zusters. Ik groet u op deze mooie dag in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Het is weer een nieuwe dag en we mogen dankbaar zijn. En ik kan gewoon niet anders dan te zeggen, God is goed, Hij leeft en Hij zorgt goed voor ons. Vandaag neem ik u mee naar de tijd even voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Ja, ik neem u mee naar de tijd van de profeten, met name de profeet Jesaja. En de profeet Jesaja laat zien dat God een trouwe en betrouwbare God is. Want de dingen die Jesaja profeteert, die komen even later haarfijn uit. Ja, we dienen daarom een trouwe God, geliefden. Wij dienen een bijzondere God die ons nimmer in de steek laat. Hij laat zien dat Hij God is. Hij laat zien dat wat Hij belooft, dat dat ook waarheid wordt. Dat dat ook gebeurt. Nou, het is heel belangrijk dat wij de beloften van God die in de Bijbel staan, kennen en lezen. En proberen te begrijpen. Dat betekent ook dat wij vaker
de profetieën moeten bestuderen. En ik mag u bemoedigen om vaker te lezen uit de boeken der profeten. En te proberen achterhalen waarover de profeet het heeft. Want niet alle profetieën zijn even duidelijk, maar dat betekent een gedegen bijbelstudie is daarbij nodig. We kunnen niet gewoon losse woorden van een profeet nemen en zeggen, dit is wat hij zegt. Nee, wij moeten nagaan tegen wie, aan wie heeft hij het woord gericht en waarover gaat het. En dan gaan we zien dat God bijzonder trouw is en dat wat hij belooft 100% in vervulling gaat. En zo ook met de komst van onze Heer Jezus Christus. Als wij uitkijken naar de komst van de Heer Jezus Christus en in verwachting leven, dan kunnen we spreken van Advent. En we hebben een bepaalde tijd van het jaar genoemd Advent, maar in feite is er altijd Advent, zolang die koning nog niet gekomen is. Want Advent betekent dat wij uitkijken, we hebben verwachting. De koning komt. Hij is onderweg. En in die verwachting gaan wij natuurlijk voorbereidingen treffen. Kijk, de geboorte en het leven van de Messias, Jezus Christus, was al eeuwen voordat hij kwam, was al voorzegd. En hadden de geestelijken van toen zich echt bezig gehouden met ware tekenen en de handelingen van onze Heer Jezus Christus, vanuit het woord gezien, niet vanuit hun eigen beleving, maar vanuit het woord gezien, dan hadden zij toen herkend dat Jezus Christus de Messias was en is. Maar men was verblind. Men hield zich namelijk bezig met andere dingen. En daarom mag ik u ook oproepen om niet verblind te raken. In de wirwar van berichten die je tegenwoordig krijgt, moeten we steeds weer terugvallen op de Bijbel. En laten wij niet zonder meer invulling geven aan wat er in de Bijbel staat, maar een gedegen studie maken van wat er werkelijk staat en waarom het geschreven is. En daarvoor moeten we achtergronden kennen. We moeten een stukje Bijbelse geschiedenis. Er is genoeg te vinden op het net. We hebben de tendens ontwikkeld in het christendom om allerlei oppervlakkige en sensationele berichten te lezen en dan ons constant daarmee bezig te houden, in plaats van gedegen studie te maken. Ik mag u bemoedigen om terug te gaan in de tijd, de Bijbelse geschiedenis te kennen, de geschiedenis van het volk Israël te kennen en dan daarmee aan de slag te gaan om de Bijbel te begrijpen. En dan gaat u de waartekenen begrijpen. En niet allerlei tekenen verzinnen. Ik zeg het heel voorzichtig, want soms is men geneigd om zelf God te spelen en dan dingen die gebeuren zonder meer te plaatsen in Bijbelperspectief. Wat goed is om te toetsen natuurlijk altijd, maar niet zelf zonder meer een conclusie trekken, maar nagaan, wat zegt de Heer ons? Zo hebben deze geestelijken van die tijd, ja, de leiders van Israël, niet herkend dat Jezus de Messias was. Dat Hij werkelijk op aarde gekomen was. Dat het Koninkrijk van God nabij was. En ze hebben Hem daarom veroordeeld en uiteindelijk gekruisigd. Laten kruisigen. En waarom waren ze ook niet bereid en gereed? Omdat zij te grote obstakels hadden opgeworpen tussen hen en de levende God. En die obstakels ontstaan wanneer wij trots zijn. Wanneer wij overvloedig, en dat is negatief bedoeld, overvloedig trots zijn. Dat betekent, wij hebben de wijsheid in pacht en niemand anders. Dat is een zeer gevaarlijke tendens, een zeer gevaarlijke ontwikkeling, wanneer wij zonder meer in die trots gaan leven. Hoogmoed noemt men dat. Hoogmoed is een gevaarlijk instrument in het christendom en in de wereld, ook bij niet-gelovigen. Wij moeten beseffen dat wij altijd nederig voor God moeten verschijnen en zeggen,
Heer, u weet het beter en geeft u mij de wijsheid door de kracht van de Heilige Geest. En als wij een conclusie trekken, dan mogen we altijd dankbaar zijn als God dat bevestigt. Maar je gaat niet zonder meer er tegenin, er tegenaan en dan trappen tegen anderen, maar laten wij nederig blijven. Want er zijn vele opvattingen, maar God weet het. En daarom spreekt de Bijbel zo vaak van mysteries. Er zijn mysteries in de Bijbel. Niet alles begrijpen we meteen, maar God openbaart door de kracht van de Heilige Geest aan ons wat er gaande is en wat er moet gebeuren. En deze leiders die zagen het dus niet. En Jesaja die roept op een gegeven moment op en hij zegt, maak je gereed, ja, maak de weg vrij voor de komst van de koning. Laat elke berg vlak worden. Haal de stenen weg. De ruwe grond moet je glad maken. Obstakels moeten we verwijderen. Want de Heer heeft gesproken. De koning komt. Het is een oproep die bijna 700 jaar voor de geboorte van Jezus Christus wordt gedaan, wetende dat die dag zal komen. En dan gebeurt er iets moois. Johannes de Doper, die verschijnt op het toneel. En hij gebruikt dezezelfde woorden, omdat hij weet, het is tijd. Omdat hij wakker was. Hij was echt wakker. Hij hield zich niet bezig met bijzaken, hij hield zich bezig met God en had een relatie met God. En toen kondigde hij aan en hij riep dezezelfde woorden, want hij was degene die deze woorden zou uitspreken. Dat kreeg Jesaja als inspiratie, dat er eentje zou komen die in de woestijn zou roepen en deze woorden zou uitspreken, aankondigend de komst van de Heer, het Koninkrijk van God. En Jesaja heeft ze geschreven en Johannes de Doper heeft ze dan weer uitgeroepen. En dan is het tijd voor de komst van de Heer. Het optreden van onze Heer Jezus Christus gaat beginnen. Weet u, en dan, als je dit leest, dan betekent het dat wij ons moeten voorbereiden. Zoals wij ons voorbereiden op het kerstfeest en ja, op allerlei manieren het huis gaan schoonmaken en versieren en mooi maken. En ja, we doen van alles en nog wat om uiting te geven aan onze blijdschap dat Jezus Christus geboren is. En ik zeg het met nadruk, want het gaat om Jezus Christus. Ja, alle bijkomstigheden zijn misschien wel leuk, maar we moeten nooit uit het oog verliezen dat kerstfeest om de Heer Jezus Christus gaat. En in die voorbereiding doen we verschillende dingen. Weet u, wanneer wij bezoek krijgen van een president van buiten, er komt een staatsbezoek, er komt een president uit een ander land, dan bereiden we ons als land voor. Ja, soms zelfs een beetje grappig, want dan worden er gaten dichtgemaakt in de wegen, op de wegen waar de koning gaat rijden. Maar dat is begrijpelijk. Dat is een stukje respect tonen. Nou, we weten dat wanneer er een gast komt in huis, dat wij ook gaan opruimen. Wanneer we in de kerk een bijzondere gast ontvangen, dan maken we de kerk mooi. Het is normaal. Wij bereiden ons voor. Wij tonen respect. Maar hoe zit het met de komst van de koning der koningen? Hoe zit het met de komst van onze Heer Jezus Christus? Jezus Christus is ook de bijzondere gast. Maar niet als een bijkomstigheid, maar als de ere en de belangrijkste gast die wij verwachten. Het verschil met de komst van een staatshoofd of een belangrijke persoon thuis, of in de kerk of in onze organisatie, is dat we meestal wel een datum hebben en een tijd. Maar de Heer heeft nooit gezegd wanneer Hij komt. Hij verwacht van ons dat wij altijd gereed zijn voor zijn komst. Altijd klaarstaan voor zijn komst. Altijd voorbereid werk doen.
En dan moet ons leven ingericht worden zoals dat van, zoals de oproep van Jesaja en van Johannes de Doper. Haal de stenen weg. Haal de obstakels weg. Maak schoon. Maak de weg vrij. En hoe maken wij die weg vrij? Wij beginnen met een relatie te onderhouden met de levende God. Want onze Heer leeft. Dus willen wij weten wanneer Hij komt, dan moeten we een relatie met Hem hebben. Dan moeten wij van Hem een indicatie krijgen, een openbaring krijgen wanneer Hij komt. En mocht Hij komen terwijl wij nog in leven zijn, dan moeten we wakker zijn om te weten, nu is de tijd. Dus het begint met relatie. En die relatie wordt versterkt door te onthouden en te bestuderen wat Hij gezegd heeft. Dus wij moeten zijn woord onderhouden. En het woord begint in Genesis en eindigt in Openbaring. We kunnen niet selectief het woord bestuderen. Anders gaan wij weer belangrijke zaken missen. En belangrijke verbanden zaken die met elkaar te maken hebben in de Bijbel, gaan we missen. Dus onthoud dat de Bijbel een boek is waarin er verbanden zijn. Het begint in Genesis. En als je Genesis goed leest, dan begrijp je Openbaring ook. Ik zeg het zo om aan te geven dat je de hele Bijbel moet lezen en bestuderen. Nou, en als we die relatie hebben gelegd en wij gaan in gebed tot God en wij hebben die relatie met God, met onze Heer Jezus Christus, wij volgen Hem, dan kunnen we in feite niks missen. Maar het betekent ook dat wij moeten opruimen. Zoals wij opruimen wanneer de koning of het staatshoofd of een belangrijke gast naar ons komt. Dus, wat betekent dat voor ons eigen leven? Opruimen. Er zijn obstakels. En niemand kan mij zeggen dat er geen obstakels zijn. Wij hebben soms zulke grote obstakels opgeworpen tussen ons en God. En de ene is misschien groter dan de andere, maar ze moeten allemaal weg. We moeten de weg vrijmaken. Want Hij komt niet alleen maar naar de wereld. Hij komt naar ons. En nu reeds moet de weg vrij zijn, zodat Hij alvast kan wonen in ons. En als Hij in ons woont, dan kunnen we niks meer missen. We hoeven ook geen dingen te verzinnen. Maar dan krijgen we openbaring van binnenuit. Gezonde, eerlijke openbaring van God. Dan hoeven we ook niet te luisteren naar mensen die ons misleiden. Want misleiders zijn veel. Maar dan luisteren we naar ons hart. Naar de Heer, de Heilige Geest die zich aan ons openbaart. En ons belooft en duidelijk maakt. Dat de Heer wanneer Hij komt, Hij ons komt redden. Hij heeft ons al gered. En daarom is bij zijn wederkomst onze redding verzekerd. De verzekering zit in het bloed dat heeft gevloeid te Golgotha. En die verzekering gesluiten door Hem te volgen. En dan komt de dag dat die verzekering gaat uitkeren. En dat is zijn wederkomst. Dat is de beloning die we krijgen. Hij heeft ons al vrijgemaakt. Maar wij moeten die verzekering wel sluiten. En dan komt de uitkering van de verzekering. Maar we moeten gereed zijn. En mijn boodschap van vandaag is: wees gereed. Be ready. Advent is niet zonder meer uitkijken naar kerstfeest en leuke dingen doen. Het is uitkijken naar de komst van de Heer. Hij komt weer. Zo waar als Hij gekomen is. Zo waar als Hij gekomen is. 2000 zoveel jaar geleden. En het was voorzegd door profeten. Net zo waar zal Hij ook komen. Omdat Hij het zelf gezegd heeft. Omdat het ook weer is voorzegd. De Heer heeft het beloofd. Hij komt terug.
En dan, wanneer hij terugkomt, is het om te regeren als koning der koningen. Hij komt niet meer als baby. Hij komt terug, zoals het staat, in glorie. Hij staat op de wolken. En we zullen hem zien, want hij komt in glorie, in licht. En zo mogen we deze dagen opruimen. We hebben altijd de gelegenheid om op te ruimen, zolang hij er nog niet is. Dus we beginnen opruimen van zondig gedrag, slechte gedachten en woorden, negativiteit, haat en ergernis, het niet kunnen vergeven van anderen, hoogmoed en trots, roddelpraat en kwaadsprekerij en afgoderij. En troostje, voor afgoderij hoef je echt geen beeld in je huis te zetten of iets te doen. Afgoderij is vaak genoeg iets dat we aanbidden, waarvan we niet eens door hebben dat we het aanbidden. Laat het loslaten en de weg vrijmaken. Dat is nog veel meer wat ik kan opnoemen. En laat niemand op zijn borst slaan en zeggen, ik ben perfect. Er zijn mensen die heel grote, ja, in zijn verbondenheid met de Heer, een heel grote en vrije weg hebben gecreëerd voor de Heer. Maar niemand is perfect. En wij allen mogen naar binnen kijken, evalueren en zeggen, laten we nu beginnen. Niet 1 januari 2022, maar nu. Want nu hebben we hem nodig. Nu moet ons hart schoon zijn. Create in me a clean heart, zingen wij soms. Nu moet schoon zijn, want hij kan nu komen. Want hij heeft nooit gezegd wanneer. Mag ik u gezegende feestdagen toewensen? En mag ik u ook zeggen dat God goed is en genadig. Hij vergeeft ons. Laten we hem opzoeken. In al onze zwakheden, in onze, ja, niet perfect zijn, kunnen wij hem zeker ontmoeten. En hij komt ons tegemoet. Ik wens u een gezegende dag toe. God zegen. Amen.